We gaan naar de Bijlmerramp. 10 jaar geleden, niet 25 jaar geleden, 10 jaar geleden alweer, maar nog lang niet vergeten en vandaag ook officieel herdacht. Officieel vielen er 39 doden toen het El Al-vliegtuig neerstortte op flats in de Bijlmermeer. Maar nog altijd denken sommigen dat er toen meer mensen zijn omgekomen. Illegalen bijvoorbeeld. De parlementaire enquête over de ramp gehouden in 1999 kon ook niet alle vragen afdoende beantwoorden. We blikken terug met een lid van de parlementaire enquêtecommissie, met een klokkenluider en met een slachtoffer. Het verslag is van Hein Hansen. Mayday, mayday, mayday. We have a fire, number 3 engine. 4 oktober 1992. Totale paniek in de Bijlmer als een jumbo van El Al zich in een flat boort. De nationale ramp die leidde tot een parlementaire enquête in 1999. 10 jaar later blikken 3 betrokkenen terug op de ramp. Voelt u zich, gezien uw ervaringen met enerzijds de GGD, anderzijds stadsdeel en gemeente, door de overheid serieus genomen? Nee. André Bos was na het neerstorten meteen ter plekke. Hij redde een aantal mensen, maar werd zelf ernstig ziek. Ik beloof dat ik de gehele waarheid en niets van de waarheid zal zeggen. Dat beloof ik. Jeroen Plettenberg was in 1992 operation manager bij El Al en verantwoordelijk voor het laden van het rampvliegtuig. En natuurlijk Rob Oudkerk, ook wel de beul van de Bijlmer-enquête. Nu is hij wethouder in Amsterdam. Het was natuurlijk absoluut toeval dat dit vliegtuig in die moeilijkheden kwam en juist precies daar is neergestort. Natuurlijk is dat toeval, maar het is wel het meest afschuwelijke toeval wat we hier in Amsterdam hebben meegemaakt. Het toestel is vanuit de richting Amsterdam gekomen. Ze hebben hier in verticale positie met de vleugel tussen de flat doorgekomen. Ik heb dus ook tegen de wielen zeg maar aangekeken. De schroefjes van 2 motoren zaten los. Kunt u zich dat voorstellen? Ja. Dat klinkt heel paradoxaal, maar dat kan ik me voorstellen. Ik was 2 weken in mijn proeftijd bij El Al, heel aan het begin van mijn loopbaan daar. Toen zag ik daar al dingen gebeuren waarvan ik dacht van, oh god, dat gaat niet goed. Maar niks. Bent u tevreden over die enquête? Ik ben tevreden over het feit dat we een aantal dingen die onrust hebben gezaaid in Amsterdam-Zuidoost hebben kunnen wegnemen. Ik vind de politieke afwikkeling van die enquête een blamage nog steeds voor de politiek. Wat voor hoop had u toen die commissie begon? Toen zij begonnen en de manier waarop ze op ons overkwamen, hadden we echt de hoop dat de onderste steen zou worden boven gehaald. En nu? En nu, we zijn van de koude kermis thuis gekomen. Neemt u de enquêtecommissie achteraf gezien nog dingen kwalijk? Ja, een aantal dingen wel. En het belangrijkste daarvan is toch wel dat ze niet op een goede manier een adequaat antwoord hebben gegeven op de vrachtbrievenkwestie. Is nog steeds blijven liggen. Ja, natuurlijk. Tot de dag vandaag. Daar is niks opgelost. Ja, wij hebben door 3 weken voor het uiteindelijke rapport van de commissie werd gepresenteerd de volledige lijsten gekregen van wat er in dat vliegtuig zat. En ik heb tot op de dag van vandaag geen reden om aan te nemen dat in die lijsten geknoeid is. Weten we nu wat er in dat vliegtuig zat? Nee, nog steeds niet. De enquêtecommissie zegt wel dat ze dat weten, maar dus, zij weten ook dat dat flauwekul is natuurlijk. En zo zijn er nog een aantal belangrijke kwesties nooit opgehelderd. Wie waren bijvoorbeeld de mannen in de witte pakken? En waarom kampen honderden Bijlmerbewoners nog steeds met ernstige gezondheidsklachten? Nog steeds bloedspugen. Hetzelfde verhaal, als het weer verandert, als het vochtig is buiten, dan krijg je last van hoesten, af en toe bloed erbij en meer benauwdheidsklachten. Klopt. Okay. Het is dus begonnen eigenlijk met een verkoudheid in 1992 en die is maar steeds verder doorgaan bloeien en vanuit verkoudheid kwamen er ontstekingen, kwamen er vermoeidheidsverschijnselen en zo blijft dat doorgaan. Hoe gaat het nu met u? Het wordt steeds minder. Steeds moeilijker om naar buiten te gaan, wat ik al aangeef. Met een klein beetje vocht, dan is het bloedspugen. Uiteindelijk is tot nu toe nog niks gebleken wat het nou kan veroorzaken, dit soort klachten. En of het dus enige samenhang is tussen dat noodlottige ongeval in de Bijlmer
En de klachten van meneer Bos heb ik nooit kunnen bevestigen, maar ik heb het naar hem toe ook nooit kunnen ontkennen. Omdat het toch wel klachten zijn die serieus zijn. Het epidemiologisch onderzoek is de 11 uur afgeblazen door de minister. Ja. Dus het is in wijze niet onderzocht. Psychische en lichamelijke problemen kunnen niet gescheiden worden. Pijn. Maar ja, als je op het moment dat je longen vol lopen met vocht, dat heeft het weinig te maken met je psyche lijkt. Op het moment dat je longen vol lopen met vocht, heeft dat weinig met je psyche te maken. Maar als je algehele conditie heel slecht is, treden er lichamelijke ziektes op die wel degelijk een relatie, een directe relatie kunnen hebben met de ramp. Dat heeft professor Gersons voor de enquêtecommissie ook getuigd. En dat is niet onbelangrijk, denk ik. Doordat al deze dingen niet verklaarbaar zijn, tenminste nog geen naam hebben gekregen, en dat nader onderzoek door de minister is gestaakt, zitten we nu in de situatie dat niet alleen ik, maar vele bij andere betrokkenen allemaal buiten de sociale voorzieningen vallen. Ik geef maar één voorbeeld. Van mijn longarts moet ik gebruik maken van een gesloten buitenwagen om naar buiten te bivakeren. De WVG zegt, jongens, wij verstrekken dat niet. Want de oorzaak van uw klachten zijn nog niet bekend. Dus uw klachten hebben nog geen naam, dan wel een daadwerkelijke oorzaak. Als het echt zo is dat het om een groot aantal mensen gaat wat zich nog steeds in de steek voelt gelaten, waarbij aanbevelingen ten aanzien van, we gaan er onderzoek naar doen, hè, naar jullie gezondheidstoestand, we gaan ook jullie begeleiden. Als dat echt op grote schaal niet gebeurd is, dan zullen we denk ik als Amsterdam ook onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Want je doet natuurlijk niet voor niets zo'n enquête. Zeven jaar in de steek laten, of in de steek laten voelen, laat ik het zo zeggen, dat lijkt me genoeg. Als u aan de Bijlmerramp denkt, wat is dan het eerste wat u denkt? Aan hoe een grote schuld er nog eigenlijk ligt bij de Nederlandse en Israëlische autoriteiten en ook bij El Al op de manier waarop er toen met de echte slachtoffers daar in de Bijlmer is omgegaan. Dat vind ik niet deugen. Heeft u hoop op een nieuwe enquête? Nou, hoop hebben wij bijna helemaal niet meer tot nu toe. Want we zijn tot nu toe iedere keer in de zeik genomen. Door wie eigenlijk? Door wie? Wij hebben het idee dat dat er voor een deel meespeelt de belangen van Israël. En aan de andere kant het feit dat de Nederlandse staat bang is voor een enorme schadeclaims. Ik denk dat de Kamer goed moet kijken of aanbevelingen in een enquête als die over de Bijlmerramp, nu 3 jaar later, echt allemaal zijn opgevolgd. En als ik nu nog Kamerlid zou zijn, dan zou ik van al die enquêtes van de afgelopen 10 jaar eens kijken wat er van die aanbevelingen terecht is gekomen. Dat is belangrijk. En dan zouden we nog wel eens de nodige hiaten kunnen zien. De overheid roept altijd van, wij hebben enorm geleerd van de Bijlmerramp. Laten ze ook eens achterom kijken en de vaten herstellen. De hele week al is de Bijlmerramp herdacht. Vandaag is die reeks herdenkingen afgesloten met een kranslegging en met een stille tocht.